Oh, zag je dat? Kijk, zo zag je dat hij ging springen. Ook nog een keer. Op springen zeggen. Ik weet niet of jullie het zagen. Wij zagen jullie het wel. Oh, nice. Leuke shirtjes. Ik heb leuke hepjes en koekjes gehaald. Kijk, daar spreken jullie ook. Laten we daar gewoon een hele warme broekjes. Waar zijn die broekjes? Hier zijn die broekjes. Ja, die lijken wel vet. Nog een hemd erbij. Geen brillen meer. Op die brillen. Hier, netjes. Hier, hier. Hier is gewoon een trekking aan die witte. Met die rode. Wat is dit? Die Buffy. Daar gaan we dan. Ja. Ik dacht, Wiggeltje is hier heel dichtbij. Dus ik dus kan maar liever gaan doen. Lucas? Daar ben ik weer hoor. Kijk eens op. Gek van. Goed, maar kijk eens, daar zijn we weer. Ik heb mijn kleren gegaan met Franklin, zoals jullie het wisten. Wat ben ik moe, zeg. Nou, nu hebben we nog heel veel geld nog over. Misschien of ik nog wat een paar pistolen koop. Hé, hey, tot nog, wacht even. Maar zal ik dan pas later naar die strengers en freaks gaan? Gaan we eerst nog een paar... pistolen kopen. Nee, we gaan hierheen. Wat is die strengste preekst dan? Dat vraag ik me ook af. Wat is die strengste preekst? Nou, wat is dat? Dat is toch Hoa? Maar hoe komt het dan dat die auto geeft dan de... Ja, ik ga lopen liever. Als het dan zo dichtbij is, dan ga ik wel lopen. We hebben nog zoveel geld nog over. Hier, wat is dat? Dat moet toch Hoa zijn? Maar hoe komt het dan dat die auto is daar? Ik heb die auto is al eerder gedaan. Dan heb ik mijn hoofd waarschijnlijk toen al gesaved. Dus ik vraag me toch af. Ja, dat is 100% zeker. Moet ik het nog weer overnieuw doen? Ik heb die auto opnieuw gedaan. Kom op, cool. Ik heb deze missie al gedaan. Weet ik zeker. Ik heb deze trainers en freaks al gedaan. Toen heb ik het nog gezeefd in de Franklin. Dus dat was wel heel vreemd. Get that car. Ja, deze. Vind ik heel leuk. Maar ja, toen heb ik hem toen al gezeefd toen destijds. Ik dacht, ik ga wat kleren halen. Niet schieten. Nu heb ik echt de winnaar, want ik heb laatst nog aflevering 17 teruggekeken van vorig jaar. Toen bakte ik er niks van. Nu moeten we ervoor zorgen dat we niet sneller zijn. Daar heb ik al een plan om te winnen. We gaan heel rustig rijden. Oké, dus heel voorzichtig gaan we nu rijden. En de lap counter. Gaan we nu heel rustig rijden. Juist, zo hoort het. Zo kan ik in één keer winnen. Rustig. Rustig, Lucas, rustig. Doe rustig. Oh. Kijk, omdat ze weer tegen me aanbotsen. Ik word hier zo doodziek van. Pas op, rustig. Rustig rijden. Dank op dat vastgoed. Dan ga ik ze niet meer kwijt. En nu hoop ik binnen één ronde er zijn. Oké, die ben ik in ieder geval kwijtgeraakt. Rustig, 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 rustig. Rustig, hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Ja, prachtig lied ook van Bassie Adriaan. Goed derde, zo wordt het. We hebben hierna nog 200 te overleven. Lucas, blijf rustig. Hou je rustig. Hou je rustig.
ervoor zorgen. Pas op. Oh. Kom op. Godverdomme. Vierde, vijfde. Daar kon ik niks aan doen. Oké, je weet het. Hier weer rustig. Rustig. Kijk eens, het is bijna gedaan. Kom op, derde, lekker. Kom op, tweede. Nu moet ik die eerst nog inhalen. Ik hoop dat het lukt. Binnen één ronde. Tweede woorden zou fantastisch zijn. Nee, niet tegen die lantaarnpaal. Ik zeg rustig, rustig, rustig. Oh shit. Oh, wat doe je? Kijk, door jou staat weer vierde auto. Ik deed ook al heel rustig, maar dan moet ik... Tweede poging dan maar doen, hè. Maar ik heb mijn best gedaan. En dit is ook heel netjes deze race. Hoe daar is die? Kom op, niet tegen aancrashen. Kom op. Kom op. Ik moet die nummer 1 inhalen. Weer mislukt, hè. Dan maar de volgende ronde dan maar. Kom op, laat me... Ah, dit ga ik echt niet meer inhalen, dit. Laat me nog een ronde alsjeblieft. Jongen, jongen, jongen. Alleen maar door die kutauto weer. Ik geef de auto niet de schuld hoor. Ik geef die crash de schuld. Of tegen die lantaarnpaal. Ik weet heel zeker dat als ik niet tegen die lantaarnpaal schoot, dat ik dan zo eerst ben geworden. Zullen we dan nog wel een rondje spelen? Ja. Kom op. Ga racen. Zonder pistool. Kijk, je weet het, Franklin. Rustig aan. Want bij aflevering 15 vorig jaar, toen pak ik er niks van. Dus dan heel rustig. Niet tegen aancrashen, niet tegen een boom, niet tegen een paal. Rustig in de hoek. Oké, rustig. Want ik rijd wel eens veel te hard met een motor of met een auto en dan ben ik zo mooi dood. Dus... Ik ben nu rustig. See you later. Kom op. Vierde lekker. Nu hoop ik dat ronde 2 wel slaagt. Hou pas op. Oeh, dat was close. Die gaat een hek over me heen. Oké, nog 2 rondes. Nog 1 ronde bedoel ik. Pas op. Oeh, dat was weer close. Maar gelukkig... Kon ik net die auto ontwijken. Rustig in de bocht. Juist, zo wordt het. Oké, ik sta derde. Helaas, vorige potje ben ik helaas vierde. Oké, daar ben ik bijna. Ik ruik de eerste plek aan. Ik ruik de eerste plek. Pas op. Ja, eerste, lekker. En nu ze ontwijken. Rustig aan. Oké, mooi hier de bocht om. Au, joh, wat doe je? Kijk, dat doe jou. Jouw schuld, auto, jouw schuld. Jouw schuld. Dan had ik ook aan de kant moeten schuiven. Nu ben ik de eerste plek zo weer kwijt. Maar in ieder geval, zij is nog niet ver. Kijk dan, hoe lang een rij. Ik kan nog eerste worden. Dan moet ik wel winnen. Oeh, ik crashte bijna.